Geen gewone drukte voor Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen. Enkele tientallen vakbondsafgevaardigden duiken op met een speciale boodschap. Wij herdenken vandaag de dag van de mensenrechten, die helaas geen feestdag is voor de mensenrechten in de wereld. We hebben deze dag uitgekozen om aan de financiële sector kenbaar te maken dat wij met de ondernemingen in de financiële sector stappen vooruit willen zetten op vlak van duurzaam ondernemen, op vlak van een ethischer bedrijfsvoering, op vlak van een rechtvaardiger ondernemingswereld. We willen dat de plaatsen waar men investeert, we willen dat de producten die men ontwikkelt, dat die geen investeringen zijn in bedrijven waar arbeidsrechten worden geschonden. Alle bedrijven, alle banken, maar zeker ook alle verzekeringsondernemingen investeren in een wereldbedrijf als Walmart. Walmart is een bedrijf dat sociaal overleg verneukt, dat elke vorm van collectivisering verneukt en dat beginnende vakbondsmensen er gewoon uitzwiert. Wij verzetten ons tegen investeringen in dat soort bedrijven. Vandaag is er een actie in gemeenschappelijk vakbondsfront. Het is een signaal op de dag van de mensenrechten aan de hele financiële sector. We staan hier voor de verzekeraars, maar het geldt ook voor de banken. Dat we in de toekomst een engagement van hun kant willen voor ethische investeringen. De actualiteit van de afgelopen maanden rond Birma, waar de bevolking door de militaire dictatuur onderdrukt wordt, kunnen alleen maar wanneer bedrijven dat soort regimes in dat soort van landen in stand houden. Birma is al jaren onder het juk van een militaire dictatuur. Er worden massaal mensenrechten geschonden. De overheid werkt eigenlijk samen met buitenlandse bedrijven om geld in het laadje te brengen. Om een massaal leger op de been te houden dat dan mensen martelt, vrouwen verkracht, kindsoldaten inschakelt, dwangarbeid toepast. En dit soort dingen is eigenlijk vooral mogelijk door de steun van westerse bedrijven onder andere. Die dan op hun beurt eigenlijk worden gesteund door financiële instellingen. Vandaar eigenlijk is er een directe link tussen ons geld en de misbruiken daar te plaatsen. Wij samen die hier zijn, moeten de boodschap uitdragen naar alle collega's militanten in onze eigen rangen. Om samen in de ondernemingsraden, binnen het overleg, de directies te bevragen over de investeringen die zij doen. De kritiek van de vakbond en van Netwerk Vlaanderen leidt al tot resultaat. Er wordt werk gemaakt van duurzaam beleggen, vooral bij KBC. Naar aanleiding van een rapport van Netwerk Vlaanderen in 2003, oktober 2003, vroegen we toelichting en kregen we die toelichting in de ondernemingsraad van januari 2004. Wij trekken samen met de vakbonden binnen de financiële sector aan de kar, binnen de sector om meer duurzame investeringen te verpleiten. De bedoeling is daarvan met die 2700 bedrijven te screenen in het kader van het duurzaam beleggen kapitaalgarantiefondsen uit te geven, zodanig dat de cliënten die daar gevoelig voor zijn, die ook maandelijks bij ons kunnen kopen. En daar zien wij ook als vakvereniging wat op toe, dat dat helemaal klopt met die screening. Ik denk dat we nu voor het eerst kunnen tonen dat ook de werknemers binnen de banken dit niet langer pikken. Het is tijd om binnen te stappen in het huis van de verzekering bij Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. En we hebben uiteraard niks tegen het feit dat winsten gegenereerd worden. We willen alleen als werknemers in die bedrijven dat die winsten gemaakt worden op een rechtvaardige, op een ethische manier en via een duurzame bedrijfsvoering. Wanneer bedrijven ongebreideld investeren zonder het hanteren van ethische criteria, dan stellen zij regimes zoals in Birma in staat om bevolkingen te onderdrukken, om mensen te onderdrukken en om te doen wat ze de afgelopen maanden gedaan hebben. Wij voelen ons daar echt niet lekker bij en we gaan eruit vanuit dat in het bedrijfsleven er eigenlijk ook mensen zijn die, als ze willen kijken naar dat soort dingen, dat ze zich daar ook niet lekker bij voelen.
En dat is dus een van de belangrijke elementen die wij zouden willen. Dat is dat er een ethische ondergrens gehanteerd wordt in de bedrijfsvoering in de Belgische bedrijven, maar niet alleen in de Belgische. Met name dat daar respect is voor alles wat mensenrechten is, dat er respect is voor de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, dat daar respect is voor milieu en dat men bijvoorbeeld vermijdt om in projecten te investeren die heel zware en onomkeerbare milieuschade aanrichten. Geen investeringen en beleggingen in bedrijven die dictatoriale regimes ondersteunen en geen investeringen en beleggingen in ondernemingen die controversiële wapens produceren. We gaan die uiteraard bespreken bij Australië, maar het zal vooral eigenlijk onze doorgeeffunctie die zal spelen naar de bedrijven toe, want u weet, we zijn de koepelvereniging. Voor het principe van ethische investeringen staan we hier open. Op de politiek van de bedrijven hebben we minder impact, maar we zullen proberen hen meer bewust te maken. Als er bewustwording nodig is, denken we dat men daar echt mee moet beginnen. En ook al zijn we hier bij Assuralia, we vragen dat voor heel de financiële sector. U hebt daar straks gezegd, wij zijn maar doorgeefluik. Dus onze vraag is Assuralia bereid om daar een engagement rond op te nemen en om daar met ons in dialoog over te gaan? Indien niet, dan herhalen we de boodschap. Ze hebben gezegd ja, dat lijken ons heel eervolle ambities te zijn die jullie koesteren. Dat was al een goed begin, maar dan zwakte het een beetje af omdat zij zichzelf als doorgeefluik beschouwen. We hebben uitdrukkelijk gevraagd dat ze ons een antwoord bezorgen op de vraag van is Australia bereid om zich te engageren? Dat is iets meer dan doorgeefluik spelen. Is men bereid om zich te engageren en is men bereid om het mee te nemen op het internationale vlak? We hebben hen aangekondigd dat ze jullie zullen ontmoeten in de bedrijven. Het is niet vanzelfsprekend, want het personeel heeft andere zorgen in een bedrijf als Allianz. Maar het is juist onze rol als vakbondsafgevaardigde om hen te overtuigen dat we ons ook hiermee bezig moeten houden. We moeten het personeel bewust maken, want er wordt natuurlijk systematisch gesproken over rendementen. Terwijl we weten dat sommige rendementen misschien wel groter zijn, maar net van weinig transparante investeringen komen. Ik mag niet zeggen dat er niets gebeurt. Onze bedrijven willen een goed imago, dus wagen ze zich niet te veel aan investeringen die niet ethisch zijn. Maar wij vakbondsafgevaardigden moeten juist de kwaliteit van die investeringen controleren. We moeten nagaan of ze ook doen wat ze zeggen. Is dat dan niet vanzelfsprekend? Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. We gaan zo met een delegatie naar Fabelfin om daar dezelfde uitnodiging te doen. Fabelfin, dat is de beroepsvereniging van de banken. Wij willen dat daar meer vorming en opleiding gegeven wordt aan het personeel in de financiële ondernemingen en in de banken. Het personeel is daar onvoldoende toe gevormd. Ah, voilà. Ja. Spijtig moeten wij constateren dat binnen Fortis de opleiding tekortschiet en dat de adviseurs en de loketbedienden die de vragen krijgen een folder overhandigen en zeggen lees het hier mevrouw, meneer, het staat er allemaal in. Dat zou moeten veranderen, het vormingsaspect bij het ethisch beleggen zou in alle banken moeten veranderen. Wij zouden vooral ook willen dat zij deze thema's meenemen op het internationale forum, zoals wij dat doen binnen Unie, dat zij ook binnen hun internationale organisaties de thema's mee op tafel leggen en zien op welke manier er stappen vooruit kunnen gezet worden. Eigenlijk is onze globale ambitie om de financiële sector, die de meest geglobaliseerde economie ter wereld is en die eigenlijk alle andere economieën in staat staat om zich te ontwikkelen, dat we vanuit die sector proberen om een duurzamer, ethischer en rechtvaardiger bedrijfsleven georganiseerd te krijgen. Ik denk ook dat het een concreet werk moet zijn en niet alleen akkoord zijn met een aantal theoretische principes. Ik denk dat veel bedrijven allerlei charters ondertekenen, maar dat het dan misschien ook moet waargemaakt worden overal ter plekke in de concrete realiteit. Dus onze vraag is, is Fabelfin bereid om daar 1, een engagement in op te nemen om daar omtrent te werken? 2, is Fabelfin bereid om daar met ons in dialoog over te gaan samen met Australia? Alsjeblieft. Ik weet niet of je daar meteen ja op zegt of dat we dat meteen regelen, maar dat zal moeilijk zijn waarschijnlijk. U begrijpt dat ik inhoudelijk niet kan reageren. Ons welwillendheid om met jullie gesprekken te voeren over alle materies, dus ook deze materie, is
al bevestigd door het feit dat we, hoop ik, geen enkel probleem hadden van jullie vandaag te ontvangen. Ik denk dat het in eerste instantie nuttig zou zijn dat wij in deze gesprekken beter proberen te begrijpen van waar dat jullie komen, wat dat jullie feiten en vaststellingen zijn en welke normen en waarden dat jullie menen in deze te moeten worden gehanteerd. Wij zullen ook contact nemen met onze collega's van Assuralia en we zullen ook nagaan of dat de mogelijkheid bestaat van dit te brengen op internationaal en Europees niveau.